zijn net de grens over. We zitten in een bosrijk gebied hier. Al met al rijden we nu, ik denk, 2,5 uur, 3 uur. En op zich schiet het best wel op met 45 en de kilometer. Wat me wel opvalt is de vrijheid die je toch hebt. Stel je nou voor dat je niet meer mag rijden in een auto, kun je met een citycar overal toch gewoon komen. Dat bewijst dit weer. Aan de andere kant, we gaan zo meteen nu naar Beerlingen, naar de importeur. En daar staat de Ligier Miley, die wordt over 2 weken geïntroduceerd. En ik mag een klein stukje gaan rijden. Dus ben ik wel heel benieuwd naar hoe die zo meteen gaat rijden. En aan de andere kant krijgen we een Belgische lunch. Dus die zijn altijd beter dan de Nederlandse, dus ik ben benieuwd. Ja, we zijn nu in België en we zijn onderweg naar Parijs met de Heritage Edition, de JS43. Dat is een omgebouwde JS60 Sport Ultimate eigenlijk. Die we hebben eigenlijk als een Heritage gedaan aan Olivier Panis. Dat zie je hier nog, zeg maar. En die won in mei 1996 de Grand Prix van Monte Carlo. Dat staat hier ook op het dak. En dat kun je hier zien. Dat is het circuit van Monte Carlo. Waar hij won. En overigens, hij won ten opzichte van Damon Hill, Michael Schumacher, Eddie Irvine, allemaal de groten van destijds. Jacques Villeneuve, wereldkampioen ook. Dus dit is Heritage gemaakt ter ere van die overwinning. En daarom gaan we nu in het weekend van Le Mans, want het ging niet in het weekend van Monte Carlo, van Monaco, gaan we naar Parijs rijden om daar een selfie te maken op de Champs-Élysées met deze Heritage Edition. Nou, hier zitten we dan, België. Maar goed, het is 30, 31 graden, Frank. En we hebben de airconditioning aan. Hoe bevalt dat? Ja, dat is wel lekker comfortabel, gelukkig. Ik moet er niet aan denken dat ik 30 graden in deze auto was geweest. Dat bedoel ik. Dus airconditioning, een vette plus in deze auto. Nogmaals, het is 30 graden. En de airconditioning houdt het gewoon... cool. Ja, niet in de zin dat het 18 graden is, maar gewoon het is prima behoudbaar. Dus super. Goedemorgen, zaterdagochtend deel 2 naar Parijs. Parijs is nog ver, zei Joop Zoetemelk al. Nou, dat valt op dit moment wel mee. Volgens mij 175 kilometer moeten we nog afleggen naar de Champs-Élysées. Met 45 en een kilometer is dat natuurlijk wel wat langer dan dat je normaal gesproken.